set the other on fire. Goedendag, goedendag. Yomi Sam van Yizo. The man in question, the man in question. Yo jongens, ik ben lekker bezig geweest. Even een paar leuke nieuwe ontwerpen gemaakt. En het is best wel een chill dagje, gewoon lekker rustig. Ik zit te kijken voor een, hoe moet ik dat zeggen? Nieuwe manier van dingen observeren en zien. Zo, laat ik zo zeggen, ja. En dat is best wel leuk. Leuk tochtje. Ik ga morgen, moet ik naar Amersfoort heel even. Heel eventjes, dat wordt wel leuk. We hebben een gesprekje daar zo. En dan wordt het heel leuk aankomende maanden. Daar heb ik veel zin in. Maar gisteren dus gebeld naar het bedrijf. Die de producten maakt voor me. En dat is best wel vervelend. Zij weten niet wat ze ermee moeten. Maar ik weet er wel wat ik ermee moet. Ik ga het gewoon lekker terugsturen. En dan zien ze het zelf wel. En dan moet ze nieuw maken. Want ik heb totaal geen zin in. Ze willen dat ik het geld ga betalen voor wat ze hebben gemaakt. De spullen zijn mooi, maar de logo die erop zit, dat is gewoon zo afschuwelijk lelijk. En dat maakt de spullen ook zo lelijk. Dus ja, dat is gewoon vervelend. Dat moet eruit, dat moet veranderd worden. Dus we gaan ervoor zorgen dat dat veranderd wordt. Dus daar heb ik wel zin in. De petten die komen binnenkort, nogmaals, binnenkort op bol.com. Ik zit even te wachten totdat bol.com even reageert op mij. Daarop wacht ik. Ik wacht op hen en dat duurt nou even blijkbaar. Dus dat is vervelend. Lastig. Stephanie Roel aan typen. Oké. Nou ja. Dus heb daar zin in. Heb daar zin in. Vanavond work. Werk. Alleen maar work. Binnenkort wat leuk, joh. Aankomende zaterdag heb ik zin in, jongen. Aankomende zaterdag, lekker op straat. Ik ga dus waarschijnlijk naar Harderwijk als eerste. Ik ga daar maar eens even beginnen, want daar is het lekker druk, veel mensen. En we gaan gewoon ouwehoeren met mensen, gewoon lekker praten. Even kijken, ja. We gaan simpele vragen stellen aan de mensen. Zou je jezelf in één woord kunnen beschrijven? In één woord. Ja? Hoe beschrijf je jezelf in één woord? Ik beschrijf mijzelf in één woord. Liefdevol. Dat is hoe ik mezelf beschrijf. Love, man. I am love. En dat is hoe ik mezelf beschrijf. Dat is hoe ik mezelf zie. Nog eentje is, I am amazing. I am amazing. Freaking hell. I am freaking amazing. Dus ja, dat is hoe ik me een beetje met mezelf beschrijf. Maar ja, hoe beschrijf jij jezelf? Laat weten hieronder. Laat weten hoe jij jezelf beschrijft. I am. Who are you? You know? Dus show some love and let me see who you are. Maar dus aankomende zaterdag op straat lekker knallen. I'm gonna do this shit, man. I'm gonna do this shit. En ik heb zin in, joh. Ik heb zin in. Dus ja, aankomende zaterdag. Zaterdag. Morgen dus, ja. Ja, zaterdag. Zaterdag. Zo zin in. Ik heb zin in een nieuw ontwerp, jongen. Wanneer die uitgewerkt worden. Ziet er zo dik uit, jongen. Dik. Dik shit. Ja, man. Yo, Isa. Sampa. You have absolute control over only one thing. And that is your thoughts. This is the most significant and inspiring of all facts known to humans.
This ability to control your thoughts is the sole means by which you may control your own destiny. If you fail to control your own mind, you may be sure you will control nothing else.